Na gut, bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind jetzt eine Schleife gefahren, ein Drittel der Rallye. Sind ungefähr 20 Sekunden in Führung vor dem Patrick Snyers und unser Mitsubishi läuft bisher perfekt. En zijn auto loopt perfect. En eens kijken of dat bij Droogmans ook zo is. We verliezen dus zeer veel per proef. We zijn al een paar proeven aan het sukkelen met de wegligging. Hij gaat volledig weg op de neus en de haarspelden. En zodoende heb ik er wat angst om, moesten we het ook doen in de zeer rappe bochten. We gaan nu op deze grote service gaan we vering veranderen en dan hopen dat het iets beter wordt. Enthousiasme van het publiek hier in Polen was groot. En er is natuurlijk niet zoveel land, niet zoveel geld in dit voormalig Oostblokland. En dat is ook te zien aan de 0-0 auto's hier. Klein Fiatje, Polski Fiatje. Hier de start van Erwin Weber en Manfred Hiemer in de VR4. En Patrick Snyers die verschrikkelijk zijn best had moeten doen om nog enigszins de Weber, de Duitsers Weber, kijk eens. Robert Droogmans die ook verschrikkelijk zijn best doet, maar dat werkt averechts. En achterstevoren door de finish. En dat is heel knap. De manier, u ziet hem hier gaan. Hij breekt uit, kan hem niet meer corrigeren. Spint. En als de achterkant de verkeerde kant op staat, dan zet je hem gewoon eens achteruit. En gaat op zo'n manier over de finish. Waarom niet? Hier Bublewicz. Bublewicz. Die het nog steeds goed zou doen, niet meer op die derde plaats lag. En dit zijn de leiders in de groep N. Een hele goede auto. En ik denk voornamelijk dat de wegligging hier, dat ze betere testen gedaan hebben misschien. We hebben ook enkele dagen getest voor de ophanging en zo. Maar het is een heel moeilijk parcours, het is super snel. En alles moet perfect zijn aan de auto. De auto gaat heel goed, maar ja, die van Weber zal misschien nog iets beter zijn qua wegligging en ook van topsnelheid is hij nog sneller. Dus voornamelijk dat is hier wel nodig op de lange rechte stukken. En hier de leider Erwin Weber met, zoals gezegd, de zeer snelle Mitsubishi Galant VR4. Vorig jaar is hij nog Duits kampioen geworden met de Volkswagen Golf G60. En hier Patrick Snyers in de achtervolging. En dat zou hij moeten bekopen met een enorme schuiver. Hij trachtte nog iets van zijn achterstand in te halen, maar in een snelle bochtencombinatie ging hij van de baan af. Heel hard van de baan af zelfs. En hij kon nog wel terugkomen, maar nog geen 700 meter later vloog hij er weer vanaf. En toen was het definitief over voor Snyers en Kolenbunders. Zij zouden niet aan de finish komen. Daardoor Droogmans en Joosten nu op een tweede plaats. Maar wel met een flinke achterstand op Weber. Dus wat dat betreft was het niet erg spannend. De derde plaats Bublewicz en Suskowski. Die toch wel wat verloren hadden op Droogmans. Droogmans die langzamerhand toch steeds sneller werd. En hier opnieuw de leider in de rally, Erwin Weber. De man op de vierde plaats, Mulvat en Pedersen met de Toyota Celica. En dit zijn de leiders in groep N. Gütlicher en Jaarbacher. Hun landgenoot Diertol, ook meedoende aan het EK, ligt trouwens nog steeds in het ziekenhuis. Hij heeft een ongeluk gehad in de rally d'Antibes en voorlopig zijn zijn benen verlamd. Het begon te regenen bij het laatste deel van de rally. En u ziet de gevolgen hier rechts op de auto van Erwin Weber. Hij heeft iets geraakt, maar dat weerhoudt hem er niet van om toch met duidelijke voorsprong dit evenement te gaan beëindigen. Robert Droogmans en Ronnie Joosten nog steeds vast op die tweede plaats. Ze zullen daar niet bedreigd worden. Het verschil tussen Weber en hen is te groot om iets aan te doen. Dus zij houden zich voorlopig rustig. Victor en de Rammelaren. En die gaat hier heel erg wijd en om. Houdt het hoofd erbij en heel snel weer terug de baan op. Dat ging maar net goed, want we zien hier in de herhaling dat hij uitbrekend met de achterkant nog bijna een enorme steen had meegenomen. Dat kan nooit meer dan een centimeter of 20, 30 gescheeld hebben. Maar vrij snel weer de tractie hervonden en terug op de baan. Vital Budeau en André Malet. Vital Budeau, ook zo'n oud gediende in het Belgische kamp. Tegenwoordig ook met Boxy's sponsoring. En dit is lokale man Stik. En die gaat even rechtdoor hier. Mede dankzij de gladheid.
Maar de overwinning is voor Erwin Weber en Manfred Hiemer. Groot enthousiasme. En hij...